Zo, wij zijn nu weer richting mijn werk toe. En we zijn even naar Primera geweest. Want ik had het oudjaarslot. En nu wou ik inleveren bij Primera. Dat had ik natuurlijk gisteren al gemeld. En we hebben dat gedaan. We komen eraan. Super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Van der Pas, zoals iedereen weet. Ik ben richting werk toe. En ik moet een beetje wakker worden, maar het is wel nu niet echt koud, maar ook niet warm. Want het is 5 graden. Dan kijk ik elke keer. Loop ik hier weg. En staat er vlakbij daar, hier verderop, hier in de buurt, staat een tijd en een wat temperatuur is van vandaag en nu. En toen stond er 5 graden, dus daar dat ik het weet. Maar ja, ik ga nu lekker werken. Ga ik lekker werken. Moet ook weer beginnen. En dan, weekend alweer voorbij. En ik kan jullie alvast vertellen, van ik denk dat jullie vast wel gezien hebben, dat zondag geen vlog online is gekomen. Dat komt omdat het niet lukt om online te gooien. Hoe en wat, weet ik ook niet. Er is iets misgegaan, maar wat weet ik ook niet. Maar het lukt gewoon niet om lijn te gooien. En vraag me niet hoe. Maar oké. Dus weten jullie dat ook. En zoals jullie ook weten, is de 12e ook een vlog geen lijn online gekomen. Of misschien wel, maar ik ben. Ik ben nu richting mijn werk. Ga ik lekker werken. En dan vanmiddag heb ik wat dingen uit te pakken. Maar uit te pakken, waar heb je het over? Dan ga jullie 's middags zien als ik thuis ben. Zo, wij zijn nu weer richting mijn werk toe. En we zijn even naar Primera geweest. Want ik had het oudjaarslot. En nu wou ik inleveren bij Primera. Dat had ik natuurlijk gisteren al gemeld. En we hebben dat gedaan. We komen eraan. Kan het niet. Moest ze weer bij de supermarkt zijn. Wauw. En hij was er echt niet blij mee, maar dat is logisch. Ze zeiden van, we mogen dat niet aannemen en we hebben geen geld. Dat zeiden ze, letterlijk. Dus, ja, eigenlijk wel, ja. Maar ja, wij kunnen ook niks doen, hun kunnen niks doen, maar het is gewoon wel een beetje irritatie. Ze kunnen er wel wat aan doen, ze moeten gewoon, je mag geen dingen kopen, je mag het wel inleveren. Ja. Dat is wel een beetje verbazend. Dat is toch kom, jongens? Ja. What the fuck? Maar laat even weten in de reactie wat jullie ervan vinden dat zo nu is. Ja. Maar we gaan nu even richting mijn werk toe. Waarom? Ik had een pakketje. Ik heb dingen besteld en nu wil ik eigenlijk om mijn werk af laten leveren. Want ik dacht, weet je, bij mijn thuis redt hij dat niet. Dus ga ik vandaag nu bij mijn werk ophalen maar. En het zijn 2 dingen in ieder geval. En dat gaan jullie zo meteen wel zien. Ik ben weer thuis en ik wil je even vertellen. Ik heb een smartwatch nieuwe weer gehaald. Alleen daar kan ik ook mee bellen. Letterlijk mee bellen. Dus als ik gebeld word kan ik zo opnemen. Maar ik kan de app update niet doen of wat dan ook. Terwijl dat het wel kan. Maar ja, en ik heb ook een nieuw statief. Dus die heb ik ook. Die was wel nodig, want die andere was helemaal kapot. Ik had wel echt een nieuwe nodig, namelijk. Maar ik ga hem even inknappen en of opruimen. En ik krijg van hierna nog 1 ding binnen. Wie komt daar aangelopen? Zo. Ik zou niet weten. Oh nee, ik ken die mensen niet. Oké. Niet van woongoed of zo. Maar ja. Ik ga ook klaarmaken om lekker dadelijk naar de groep te gaan. Ga ik lekker eten. En misschien kan begeleiders ermee helpen. Met mijn smart of iemand anders. Dus wie weet, dan gaan jullie wel op. Maar in ieder geval, ik ben blij met mijn nieuwe statief. Dus dat ga ik wel even hier laten staan. En als het goed is, komt er gewoon wel iemand nog steeds van de monteur. En het is alleen even wennen van mij. Want ik moet nou. Ik krijg een soort van wel een melding. Krijg ik nu wel binnen, dus ik krijg WhatsApp ook, kan ik wel zo zien. Oh kijk, ik heb een WhatsAppje gekregen. Dus vandaar. Maar dan de oude berichten gaan weer weg. Hoe zou ik zeggen, hoe dan? Maar, ja. En ik zit op YouTube te kijken hoe dat dan op gaat lossen. Maar daar kom ik ook niet onder.
uit eigenlijk. Oh, dat gaat lekker vandaag. Ik zit nu om zweet te zoeken. Ik weet niet of dat zegt, ik heb hem zo herkenbaar. Maar ik ben bij Rick geweest, even. En ik zit nu om mijn sleutels te zoeken, terwijl ik mijn jas niet bij me had. Wat heb ik nu gelaten? Oh, lag die onder de voetbalboek. Wauw. Want ik wil namelijk naar de groep gaan. Want, ja, dan ga ik dadelijk eten. Ik weet niet wat ik ga eten, maar ben benieuwd. Morgen ga ik natuurlijk ook eten. Dan gaan jullie morgen horen. En hoe en wat. Dus, ik ga nu even dan maar even met de groep mee eten. En ik kom trouwens nog steeds niet uit met die smart. Maar ik krijg wel berichten binnen, bijvoorbeeld dat ik Hotmail heb. Of dat ik een... gebeld wordt. Opbellen kan ik zo opnemen namelijk. Dat is wel grappig. En raar eigenlijk om mee te maken. Want ik heb al een paar keer getest. Maar ja, ik ga nu dus, wat ik al zei, naar de groep toe. Ga ik lekker eten. Nou, het is niet gelukt met mijn smartwatch. Enige wat ik wel kan doen is bellen, maar niet echt letterlijk app-berichten zien of enzovoort enzovoort. Wat ik eigenlijk wel hoor te zien. Het komt allemaal wel goed. Gaan we even achteraan. Dus ik ga even nog even kijken hoe dat zit. En ik zie nu al een beetje dingen te kijken, namelijk. Even kijken hoor. Nou, ik kom wel uit. En ik ga het wel zoals klaarmaken om lekker mijn bedje in te gaan. Om een beetje in te ruiken. Ik ga lekker YouTube kijken en dan ga ik lekker slapen. Begeleidingsmoment. Ik heb trouwens ook over begeleiders gehad. Met begeleiders gehad. Op hun twisten of hun kunnen helpen. En ik had eigenlijk op een kastje verkeerd om meneer naar toe naar de werk gestuurd. Ik had eigenlijk een verzending naar daarheen. Maar in plaats van mijn adres. Maar maakt niet uit. Dus. En dan ga ik nu maar even lekker een beetje induiken en even lekker YouTube kijken. Laten we dat even lekker doen. Dus wat ik eigenlijk tegen jullie wil zeggen is dat ik jullie allemaal wil bedanken voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk hebben gevonden. Vonden jullie deze vlog leuk in ieder geval? Doe sowieso even een blij duimpje omhoog. Ben je trouwens nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Tot zijn als je me niet abonneert. En zeg ik vast veel kijkers een goede vlog om 1 uur. En zeg ik hierbij laters. Dan kan ik ook gewoon even vertellen, dus ik heb wat dingen besteld op bol.com. En dat ga je morgen wel zien. Er zijn 2 dingen morgen die je morgen binnenkomen. 2 dingen met mijn camera te maken.